In deze video leg ik uit waarom het zo belangrijk is om de kans op perifere neuropathie te verkleinen en hoe je dat ook kunt doen. Er zijn sommige medicijnen die dus de kans op perifere neuropathie, dat is dus het prikkelen en het dove gevoel en pijnlijk gevoel natuurlijk ook in de vingertoppen en de teentoppen voornamelijk, maar het kan ook de hele handpalm en de hele voetzool betreffen. Te voorkomen. En dat kun je voornamelijk doen. Nou, ik zal eerst even uitleggen waarom het eigenlijk optreedt. Kijk, in de zenuwuiteinden, in de uiteinden van de vingertoppen en de teentoppen met name, maar ook natuurlijk de hele handpalm en de voetzool, dus eigenlijk alle uiteinden, is de kans groot. Nee, moet ik het anders zeggen? Zijn de bloedvaten kleiner? Wij noemen dat dan haarvaatjes. En die haarvaatjes of dat bloedvoorziening heb je nodig om de zenuwbanen te voeden met allerlei voedingsmiddelen. Op het moment dat de bloedvaten aangetast zijn en dus minder voedingsstoffen naar de zenuwbanen brengen, naar de uiteinden daarvan, dan heb je meer kans op een perifere neuropathie. Dus de perifere neuropathie is een gevolg van een andere oorzaak, een ander probleem. Dat is dus niet het probleem aan zich, maar daaraan merk je dat de bloedbanen minder voedingsstoffen brengen naar de zenuwuiteinden. Nou, om die kans erop te verkleinen, is het echt van belang dat je de bloedbanen, dat die goed verzorgd blijven. Tegenwoordig is daar heel veel voor te doen. Ook de handkoelingen, de moderne handkoelingen en voetkoelingen, die kunnen heel veel schade voorkomen. Steeds meer ziekenhuizen hebben deze machines ook, want je hebt natuurlijk de handkoelingen met gewoon de handwashanden en de handvoet. Hoe noem je dat? Handschoenen moet je zeggen, en voetschoenen. Maar die zijn minder effectief dan de machines die dat continu koelen. Want je kunt je voorstellen, als je gewoon het in de vriezer legt en je haalt het eruit en je doet het aan, op een gegeven moment, je hebt eerst te koud, omdat je goed koud moet maken en dan later worden ze warm, omdat het langzaam gaat ontdooien. En je hebt geen gelijkmatige temperatuur. En dat heb je natuurlijk wel de apparaten. Maar datzelfde kun je dus ook dus doen met je handen en voeten gewoon zelf thuis om die klachten te voorkomen. En dan heb ik het niet over koelen, want koelen is gewoon een manier om te doen. Maar je kunt ook gewoon stimuleren. En het stimuleren is voornamelijk, zeg maar, piano spelen, dat soort dingen, wat je ook bij lymfedeem als advies krijgt. Dat je voornamelijk de kleine bloedvaten blijft stimuleren. En dat kun je ook doen met de voeten. Je kunt ook een tennisbal onder je voetzolen leggen. En dan staand als dat kan. Als dat niet staand kan, kun je het ook zittend doen. Maar dat is minder handig. Je kunt ook altijd met één hand vasthouden aan een muur of in een stoel of aan een tafel. Of met twee handen zelfs. Hè, dat je tussen een tafel en een stoel in gaat staan. Of een aanrecht en een tafel. Of een muur en een tafel. Dat je echt vasthoudt aan twee kanten. En dan met één voet, elke keer met één voet natuurlijk, dan die tennisbal, of een andere bal, maar een tennisbal, die rolt gewoon minder gauw weg, omdat die zo harig is, de hele voetzool, zeg maar, te masseren. En dat kun je natuurlijk ook met je handen doen, dat je dan eroverheen gaat. Je kunt bij je handen, kun je trouwens ook zo'n knijpbal kopen. Ja, ik heb zo'n een dobbelsteen, maar dat maakt niet uit welke vorm het heeft. Het gaat erom dat je gewoon elke vinger, maar het is ook echt elke vinger, ook de duim, en aan alle kanten, dus niet elke keer 20 keer hetzelfde zo. Nee, het is echt de bedoeling dat je dan weer de vingertoppen doet, en dan weer de onderkant, en dan weer de rechterkant, en dan weer de linkerkant. En hetzelfde met de duim, dat je gewoon elke keer, het is even moeilijk te laten zien, want dan kan het moeilijk. Maar dat je dat dus op een andere plek elke keer duwt. Dus niet elke keer 100 keer hetzelfde zo. Dat heeft weinig effect. Want het gaat er echt om dat je alle kanten gewoon goed stimuleert. Nou, datzelfde kun je dus doen met een tennisbal. Maar vooral goed die zijkanten en goed die tenen. Goed
Mee bewegen. Een andere optie is ook, als je gewoon 's avonds voor de televisie zit of gewoon lekker in de woonkamer, dat een partner of iemand die bij jou in het huishouden zit, dat je voeten op schoot legt en dat diegene gewoon lekker je voeten gaat insmeren. Ten eerste heb je meteen de huid goed verzorgd en ten tweede, als je daarna gewoon goed stevig gaat masseren, dan masseer je gewoon de bloedvaten, die stimuleer je daar gewoon mee. En dan is het gewoon beter om de kans op de zenuwschade te voorkomen. Ik hoop dat het een duidelijke video is. Dat kun je natuurlijk ook trouwens met je handen doen, dat iemand anders je handen blijft masseren. En dan vooral de vingertoppen. Echt de toppen, gewoon echt gewoon lekker masseren. Maakt niet uit hoe je dat doet, daar hoef je geen deskundige voor te zijn. Alle stimulans helpt om de kans op een zenuwontsteking, een perifere neuropathie, om die te voorkomen. Heel veel succes met het toepassen hiervan.